Hi iedereen, welkom bij weer een nieuwe Zicht op Data. Ook deze week neem ik jullie mee in alles wat er speelt rond de media en geef mijn kijk erop. Zoals bekend staat het feestseizoen weer voor de deur. Traditiegetrouw is het laatste kwartaal van het jaar de drukste maand in cadeautjes kopen, maar ook vooral de drukste maand in media. Dit geldt ook voor social media. En om je nou goed voor te bereiden op die drukke periode als adverteerder, hebben wij een aantal interessante weetjes. De feestmaand is natuurlijk een periode waarin we cadeautjes kopen voor een ander. Maar wist je dat 60% van de mensen ook vooral voor zichzelf aan het kijken is voor cadeautjes in deze maanden? Hier kun je natuurlijk heel handig op inspelen. Bijvoorbeeld met een try before you buy. Een wie? Precies. Met augmented reality bijvoorbeeld kun je als vrouw zijnde een lipstickje gewoon testen. Is deze kleur wat voor mij? Kan ik daarmee aankomen bij het kerstdiner? Zo ja? Dan kun je hem kopen. Op Pinterest is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk. Speel hier vooral mee in als adverteerder. Een ander weetje. Wist je dat mensen steeds eerder beginnen met zoeken? Zoeken naar inspiratie voor de feestmaand. Op Pinterest bijvoorbeeld begonnen mensen al in april met zoeken. Zoek naar cadeautjes voor zichzelf en voor een ander. Tegelijkertijd is het ook nog eens zo dat mensen in de laatste maanden van het jaar steeds meer merken gaan ontdekken. Hier kun je als adverteerder natuurlijk heel snel op inspelen. Zorg ervoor dat in de laatste maanden van het jaar je zelf heel erg bezig bent met het inspireren van de mensen om je heen. Inspireren van je doelgroep, want alleen zo kunnen zij jouw merk ontdekken. Tot slot, een ander leuk weetje. Consumenten houden rekening met een aantal factoren voor het kopen van een product. Dat geldt natuurlijk ook in de feestmaand. Misschien zelfs wel belangrijker. Allereerst, is het product verkrijgbaar? Wat is de prijs van het product? Is er een goede fysieke winkelbenadering, dus zeker nu met corona, kan je makkelijk winkelen. Maar ook, is er voldoende keus? Dat laatste kunnen we heel makkelijk inspelen. Want met social media kunnen we bijvoorbeeld met een collection ad of een carousel, misschien zelfs een instant experience, kunnen we meer producten laten zien. Met deze producten kunnen we mensen inspireren en laten zien dat er heel veel keuzes zijn. Uiteraard niet te veel keuzes, want dan krijgen we stress. Maar dan zit er wel voor iedereen wat bij. Over keuzes en voor iemand wils gesproken. Ook in TV-land is er voor iedereen wat wils. Het afgelopen kwartaal zaten met 10 miljoen mensen voor de buis. Ster is daarbij de grote winnaar. Met programma's als Wie is de Mol en De Beste Zanger heeft de Ster een zenderaandeel en een kijkdichtheid geworven die groter is dan alle andere zenders. Daartegenover staat wel dat de selectiviteit bij de Ster en de leeftijd 25-54 iets is gedaald. RTL stelt daartegenover The Masked Singer. De absolute klapper van RTL, met 2,2 miljoen kijkers live op de vrijdagavond. Daarnaast heeft RTL met programma's als Bankgiro Miljonairs en Talkshow Jinek goede kijkcijferkanonnen in huis. Wist je trouwens dat Jinek het beter doet dan Bo ten opzichte van vorig jaar? Tot slot krijg jij ook geen genoeg van het medianieuws. Aanstaande dinsdag 20 oktober om 6:30 is er weer een live uitzending van Marketing Report op New Business Radio. Met interessante gasten en heel leuke gesprekken over het allerlaatste medianieuws.